Ik ben Tony van der Vondervoort, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid bij de provinciale statenverkiezingen op 2 maart. De Partij van de Arbeid maakt zich zorgen over de gevolgen van het kabinetsbeleid. Mensen moeten meer betalen voor minder zorg en ook in de provincie zal dat zware klappen teweeg brengen. Jongeren krijgen niet meer op tijd de jeugdzorg, het groen en de recreatie rondom de stad zal verpieteren. Of niet beschikbaar zijn, het openbaar vervoer wordt duurder of de chauffeurs krijgen slechter betaald. De Partij van de Arbeid wil dat anders. We willen op tijd jeugdzorg, we willen toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen. We willen groen en recreatie rondom de stad. Partij van de Arbeid, 2 maart, lijst 3.